En wat super gezellig dat je weer kijkt naar mijn nieuwe video. Het is weer maandag, dus ik neem jullie mee shoppen. En dat gaan we vandaag doen bij de C&A. Ik kwam vroeger echt nooit bij de C&A, maar ik vind dat ze de laatste tijd echt toffe collecties hebben. Dus heel erg benieuwd wat er nu allemaal weer in de winkel hangt. En ik ga jullie gezellig meenemen. We gaan hier naar de C&A in Groningen. Daar zijn we dan, de C&A. Ze zijn allemaal jeans. Gekleurde pakken. Ik moet zeggen, ik ben er zelf een klein beetje klaar mee. Maar wat ik wel leuk vind, is van die korte jasjes. Gewoon zo'n gekleurd jasje bij een jeans vind ik wel leuk. €39. En een paars jasje. Dit vind ik ook mega leuk voor het voorjaar. Zo'n satijnen rok. En deze voelt ook echt heel fijn. Hij heeft gewoon een elastieke band. Ja, is echt ook heel leuk met een trui. Ook wel met zo'n wat stoerdere trui of een gebreide of zo. Ik kan hem ook leuk met sneakers stylen. Dit wil ik eigenlijk nog wel heel graag hebben voor het voorjaar. €29. Dit soort broeken spot ik ook heel veel. Van die gekreukelde stofjes. €20. Wel ook heel relaxed natuurlijk voor de zomer. En dit is wel echt een leuke kleur. En je kan deze topper dan bij doen. Dan heb je een soort pak. Dit is maar €15. Ja, leuk. En hier heb je het korte jasje dus ook nog in een andere kleur. Ik vind deze kleur wel echt leuk. Leuk, ja, op een spijkerbroek. Gewoon een mooie witte topper onder bijvoorbeeld. Spot ik hier een gaaf spijkerrok. Kijk, ik vind dit lichte denim wel heel cool. En dan een split voor. Dus het lijkt wel echt een leuk model. €39. En ook leuk om deze trui er bijvoorbeeld gewoon op te doen. Is donkerblauw. En een sneaker erbij. Wel leuk. €19. Dat is ook niet duur. Ze hebben hier ook altijd heel veel items van 100% katoen. Wat natuurlijk wel echt lekker is. En dit is €19. Gewoon een mooie oversized blouse met een streepje. Dat is echt altijd handig. Een spijker. En deze heeft een klein steentje. Kijk, hier hangt er nog één. Maar deze is maar €25. En hij lijkt er eigenlijk precies op die ander. Behalve dat hij misschien een iets hogere split heeft. Maar qua kleur en zo. Nou, ook wel echt een tip dus. Ze hebben hier ook altijd heel veel jassen. Heel veel trenchcoats nu. En die zien er ook altijd wel mooi uit qua kwaliteit, vind ik. Deze is €69. Kijk, die heeft een kraag. En dus ook een ceintuur. En dan heb je deze. Het is meer zo'n klassieker model. €59. Oeh, hier spot ik ook nog toffe dingen. Kijk, deze trui. Ook heel leuk. Los Angeles. €20. En dan heb je dus ook Boston. Die grijze wel het leukst, denk ik. En dus een heel leuk leren jasje. Geen echt leer, maar wel mooi qua kwaliteit. €49. En dan zie ik hierachter ook nog wat. Arizona zijn echt leuke kleurtjes. Een Nirvana sweater. €25. Hier hangt ook nog een gaaf jasje. Ik ben echt fan van wat kortere jasjes dit voorjaar. Kijk, €39. Ziet er wel uit of hij klein valt, want het is een 44. En hij is er dus ook nog in deze kleur. Ben ik boven bij de meidenafdeling. Ook wel een stoere collectie. Kijk, bomberjasjes en heel veel hoodies ook. Van de Rolling Stones vind ik altijd zelf wel cool. Ja, en ook nog wat tie-dye, Barbie. Kijk. Deze vind ik wel echt super schattig voor kleine meisjes. Madeliefjes, €7,99 maar. Is toch heel leuk. Ik vind dat mega leuk, die bloemetjes. Ook een pet. En je hebt dan deze nog. En dit is ook een leuke broek, vind ik. Streepjes. Streepjes zijn er ook heel veel dit voorjaar.
En deze met een kleine bloem. Schattig. Nou, de jongensafdeling vind ik eigenlijk een beetje een tegenvaller. Ik spot niet echt heel veel leuke dingen. Beetje te veel prints of zo. Nee, het is het niet echt. En ze hebben nog wel soms goede basics gewoon. Zoeken joggings of dit is dan een kort broekje. 5,99. De stoffen zijn namelijk vaak wel fijn, ook wel gewoon katoen. Dus dit is op zich nog niet zo gek. Ik heb even die satijnen rok aangedaan. Ik vind het wel echt een hele leuke look voor de lente. Hij is alleen wel ietsje langer dan ik had verwacht. Ik had denk ik liever zeg maar deze lengte gehad. Dan staat dat denk ik ook leuker met een sneaker. Al kan dit natuurlijk ook wel. Nou, eventjes wennen. Maar wat vooral is, voor mij zit deze niet helemaal goed, omdat hij hier een beetje hobbelig zit. Dat komt omdat ik iets te weinig heup heb. Dan zou die een beetje ingenomen moeten worden of zo. Maar het is wel echt mega leuk. Hij zit ook heel lekker. Ja. Nou, ga nog eens even ergens anders op zoek naar zoiets. En de sweater is trouwens wel echt een mooie basic. Volgens mij is die 18 euro. Het is een wat dunnere sweater. En ik zag hem ook in het lila paars volgens mij. Nou, ik had dit dus als een tip van iemand op Insta gekregen. Dat ze hier bij C&A ook hele mooie wide leg jeans hebben. En inderdaad, dit is wel een topper vind ik. Het is ook echt een hele lekkere jeansstof. Het is wat dunner, want ik hou niet van dat hele dikke stugge. Dit is gewoon voor het voorjaar ook hartstikke lekker. En hij zit hier boven dus heel mooi. Sommige broeken zitten dan overal al zo heel wijd. Hier heb je nog wel een beetje bil in. Dus ik vind hem eigenlijk wel echt heel goed. Hij is ook precies lang genoeg voor mij. Top. Ik vond dit jasje dus ook heel erg leuk. Nu is er dus alleen nog een 2,40. Dus deze is voor mij wel wat te ruim. Maar ik vind het hier wel heel goed bij staan ook. Deze jeans. Dus ook wel een tip. Kijk, het is de super wide leg mid-waist full length. En hij is 29 euro maar. Ik vind dit soort gewatteerde tassen dus ook helemaal leuk. Deze is 25,99. Kijk, hij heeft ook een rits, dus dat is handig. Best wel groot. Veel vakjes. Ja, heel leuk. Oh, je kan je laptop er ook in doen. Ja, deze zijn net wat minder, vind ik. Maar kleinere tasjes. En ook hier heel veel denim. Kijk, ook denim tassen. De tuinbroek is er ook weer. En ook allemaal wel speciale prints en zo. Ik vind de sneakers die de poppen hier aan hebben dus ook heel erg leuk. Maar volgens mij zijn die niet van hier. Die heb ik hier tenminste niet gespot. Maar misschien wel online of zo. Wel een mooie basic loafer. Zeg maar wel een beetje goud, maar niet too much. 25 euro. Alleen ja, inderdaad, niet van echt leer. En dan krijg je toch wel snel last van die randjes, vind ik altijd. Hier staan wel sneakers, maar niet de sneaker die ik leuk vond. Deze zijn wel trouwens ook leuk. 25,99. Ik denk dat dat dan wel suede is. Het voelt me wel zo. Ik vond dit wel mooie basic truitjes in leuke kleurtjes. Kijk, een klein ribbeltje, V-hasje, 22 euro. En dan heb je hem ook in paars. Nou, dat is wel echt heel leuk voor het voorjaar. Is het ook leuk bij grijs bijvoorbeeld? Ik ben weer thuis en ik heb niks gekocht, maar wel leuke dingen gezien en ook aangepast. Ik vond die wide leg jeans echt heel cool. Als je nog op zoek bent naar zoiets, dan is het zeker de moeite waard om die even te gaan passen. Want hij was ook niet duur en hij zat echt heel mooi, vond ik. Dus dat is zeker een tip. En ja, leuke satijnen rokken. Dus er zijn echt wel voldoende dingetjes in de winkel die de moeite waard zijn. Ja, ik ben heel benieuwd wat jullie leuke items vonden. Laat me dat vooral weten in de comments. En volgende week ben ik er weer met een nieuwe shoplog vanuit een andere winkel. Tot dan! Doeg!